Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Want het is vandaag zondag en ik had vandaag zin om iets te gaan doen wat te maken heeft met uitrekenen van mijn Fortnite skins. En dat gaan we dus doen. Ik ga vandaag dus uitrekenen hoeveel ik totaal uit heb gegeven aan Fortnite. Met alle skins, alle gliders, et cetera, wat erbij hoort. Dus ik hoop dat jullie daar zin in hebben. En ik zou vast kijken. Ga niet schrikken van het bedrag. Ik weet dat het al heel veel geld gaat zijn. Maar we gaan dus vandaag uitrekenen hoeveel het is. Ik heb ook aan jullie een vraag. Laat in de comments weten hoeveel jullie uit hebben gegeven in Fortnite. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus laat mij dat weten. Verder vraag ik jullie ook eventjes een blauw duimpje omhoog achterlaten. Ben een hele grote baas. Laat me zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog achterlaten. En abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. Want we gaan richting 140.000 abonnees voor 2020. Dus ik zou heel erg blij zijn als we dat kunnen halen. Dus abonneer op mijn kanaal. Ben een hele grote baas. En we gaan gewoon gelijk door, dames en heren, naar mijn skins. Want ik ben heel erg benieuwd hoeveel ik heb uitgegeven. Dus dames en heren, ik zou zeggen, let's go. Yes, dames en heren, daar zijn we dan. We zitten in Fortnite. En zoals ik al zei, ga ik dus vandaag uitrekenen hoeveel elke skin waard is die ik in mijn locker heb. En hoeveel ik dus totaal heb uitgegeven in Fortnite. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. En ik hoop jullie ook. En daarom vraag ik zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog achterlaten natuurlijk. Laten we zoveel mogelijk likes proberen te halen. En abonneer op mijn kanaal om voor natuurlijk 2020 de 140.000 te halen. Maar voordat we gaan beginnen, vraag jullie even in de itemshop mijn supporter creator code nogmaals te gebruiken. Want jullie zijn gewoon hele erge legends als je dat doet. Dus mijn code, ben je gewoon een hele grote baas als je die gebruikt. Dus we gaan gewoon gelijk door naar mijn locker natuurlijk. Want mijn locker staat helemaal vol met allerlei skins die ik natuurlijk betaald heb. En daar gaan we dus uitrekenen voor welke skin ik allemaal heb betaald. Dus ik heb hier ook mijn telefoon liggen. Dus ik ga gewoon uitrekenen hoeveel skins ik dus heb betaald en welke bij de Battle Pass horen. Dat reken ik dadelijk dus verder uit. Dus ik ga mijn rekenmachine erbij pakken, zoals jullie kunnen zien. En dan gaan wij dus gewoon kijken dus welke skin hoeveel heeft gekost. Dus we gaan beginnen met de R-skin. Deze kost 20 euro. En zo ga ik dus steeds uitrekenen. Dus dan uiteindelijk komen we om een heel mooi totaalbedrag uit. Dan hebben we hier de Battlehound, die ook 20 euro was. De Black Knight hoorde bij de Battle Pass. De Black Herd ook. De Calamity ook. De Carbide ook. De Catalyst ook. Maar de Chomp die kostte mij ook 20 euro. Dus die rekenen erbij. De Crackshot kostte mij ook 20 euro. Dus die rekenen erbij. Dit was een Battle Pass skin. De Drift skin ook. De Dire ook. Deadfire was 20 euro. Dat weet ik nog wel. De Dark Voyager was in een Battle Pass. De Cuddle Team Lieber was plus 20 euro. Deze was ook plus 20 euro, want dat was zo'n speciale skin toen. De Fate skin was ook 20 euro, dat weet ik ook nog wel. Die was toen ook in de item shop. De Fusion skin is de Battle Pass skin van dit seizoen, de tier 100 skin. De Glow skin, die was wat meer waard dan 20 euro. Deze was 60 euro, dus dat rekenen we ook gewoon gelijk bij. Dus plus 60. De Havoc was een Twitch Prime skin, dus dat reken ik als gratis. De Hybrid ook, dat was ook een Twitch of een Battle Pass skin. De Moisty Merman was plus 20, dat weet ik nog. De Lynx is een Battle Pass skin. Deze ook. Deze kostte mij 20 euro. Die heb ik toen speciaal gekocht voor de Backbling. De Leviathan was ook 20 euro. De nieuwe John Wick skin was ook 20 euro. Oh mijn god, we hebben echt wel een hoog bedrag, jongens. De Oblivion ook. Dus de vrouwelijke Omega skin namelijk. De mannelijke Omega skin was een Battle Pass skin. De Omen was 20 euro. De Panda teamleader ook 20 euro. Dit was een Battle Pass skin. De Raven was 20 euro. Deze was 20 euro. Dit was een Battle Pass skin. Battle Pass skin. Save the World skin. Deze was 20 euro. Deze was ook 20 euro. Battle Pass skin. Battle Pass skin. Battle Pass skin. Ja. Battle Pass. Battle Pass. Battle Pass. Battle Pass. Deze was 20 euro. deze was volgens mij 12 euro. Want daar had je zo'n pack bij. Dus ik reken hier plus 12. Dit was Save the World, deze was Battle Pass en deze was ook 20 euro. Dan hebben wij tot nu toe alle gouden skins gehad. Zo simpel is het. Alle gouden skins hebben we nu berekend. Dan gaan wij door naar deze skins, want dit is dus een speciale kleur. Maar deze was 15 euro als het goed is. Voor mij zijn paarse skins altijd 15 euro, right? Weet ik dus niet zeker, maar ik reken hem gewoon plus 15 erbij. Deze was in zo'n pack van 30 euro, dus die reken ik één keer per 30, want ik weet welke andere skins er ook bij zaten. Deze was 12 euro. Deze was ook 12 euro. Deze was ook 12 euro. Deze hoorde bij die ene pack, dus die reken ik niet mee. Dit was een Battle Pass skin, dit is een Battle Pass skin. Deze was 1500 volgens mij, dus ik reken plus 15. Deze zat ook in die pack. Deze was 12 volgens mij, plus 12. Deze ook plus 12. Dit was een gratis skin. Deze was ook plus 12. Ik weet niet of het nou 12 of 15 was. Ik reken gewoon even voor 12, oké? Okay? Ik reken 12. Nee, ik reken 15. Want blauw is vaak 1200.
Dit was een Battle Pass skin. Deze was 15. Deze was Battle Pass. Deze was 15. Deze was Battle Pass. Battle Pass. Battle Pass. 5 euro, dat weet ik nog. Shit. Deze weet ik niet meer. Deze weet ik niet meer. Ik weet niet meer wat dit is. Dus die reken ik niet mee, oké? Okay? Deze was 15 euro. Battle Pass. 15 euro. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Oh ja, deze is wel heel veel geld waard. Ik reken hier de prijs van een telefoon die je moet meerekenen, oké? Okay? Want eigenlijk kreeg je deze bij een telefoon. Dus laten we 800 euro hierbij rekenen. Plus 800. Ja, het is heel veel geld. En dan doe ik ook bij de Iconic skin. Dus ook plus 800. Oh mijn god, jongens. Ja, dit was een Battle Pass skin. Dit was 15 euro. Battle Pass. Of is een speciale variant. Dat is de ene skin, dus dat weet ik niet meer. Battle Pass. 15. 15 euro. 15 euro. 15 euro. 15 euro. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. 15 euro. 15 euro. Oh, Battle Pass. Battle Pass, Battle Pass. 15 euro. Battle Pass volgens mij. Voor mij was het een Battle Pass. Deze was ook Battle Pass. Deze was ook 15 euro. Ook 15 euro. Battle Pass. Battle Pass. 15 euro. Battle Pass. Hier had je een controller voor nodig. Dus 60 euro. Eigenlijk een PlayStation 4. Dus was die 400 euro. Maar het is nu een controller geworden. Battle Pass. 5 euro. Want dit was zo'n skin. 15 euro. Battle Pass. 15 euro was deze. De Sledgehammer was een Battle Pass. Dit was een Battle Pass skin. Dit was een Battle Pass skin. Deze was 15 euro ook. Dit was een Twitch Prime skin. Battle Pass skin. Dit was ook 15 euro waard. Oh shit. Zo. Oké. Okay. Deze was Battle Pass. Deze was ook 15 euro. Oh my god. Dit was een 5 euro skin. Dit was een Battle Pass skin. Dit was een Battle Pass skin. Nee, dit was een 15 euro skin. Dat weet ik nog wel. Dit was een Battle Pass skin. Deze kreeg ik toen bij die ene variant die ik net al had meegerekend. Battle Pass skin. Battle Pass... Nee, deze was ook 5 euro volgens mij. Ik weet niet meer. Ik reken op deze 5 euro. Ik ben gewoon netjes. Deze is 15 euro. 15 euro. Battle Pass. Battle Pass. Twitch Prime. 5 euro was deze. De Wonderskin heeft mij 45 euro gekost. Battle Pass. Battle Pass. Battle Pass. Deze was 12 euro. Dus we komen nu bij de blauwe skins. We hebben dus net alle paarse skins ook gehad. Dus deze was 12 euro. Dat was deze ook. En de Bereid Bomber ook. Dus ook weer plus 12. Deze ook weer plus 12. Deze ook weer plus 12. Dit was een gratis PlayStation skin. Battle Pass skin. Plus 12. Plus 12. Plus 12. Ja, we gaan lekker bezig, jongens. Plus 12. Ook plus 12. Deze was laatst in de item shop. Dit was een Valentine skin. Ook voor 12 euro volgens mij. Weet ik niet meer zeker. Deze was ook 12 euro. Eigenlijk alles wat je hier hebt is bijna betaald. Dus ja, we kunnen hier bijna... deze was 5 euro trouwens. We kunnen hier bijna overal plus 12 voor rekenen. Deze ook plus 12. Deze ook plus 12. Kijk, hier zo komen dadelijk bij een skin, jongens. Even kijken hoor. Deze was ook plus 12. Deze was ook plus 12. Oh my god. Hier moet je eigenlijk een videokaart voor hebben. Maar deze kon je ook kopen voor 100 euro. En dat heb ik gedaan. Dus ik reken hier 100 euro voorbij. Dit was een Battle Pass skin. Deze was ook plus 12. Deze was ook plus 12. Even kijken. Dit was... Weet ik niet meer. Is dit een... Ja, dit is ook plus 12. Deze ook plus 12, jongens. Deze was ook plus 12. Deze ook. Deze waren allebei Battle Pass. Deze was ook 12 euro. Die worden bij je variant van net. Deze was ook 12 euro. Deze was ook 12 euro. Deze heb ik laatst opnieuw moeten kopen. Dit is de nieuwe variant van de vis. Deze is ook 12 euro. Battle Pass skin. Deze was plus 12. En deze ook plus 12. Oké, okay, jongens. Dan hebben we alleen nog maar de groene skins. Oh, dat was niet de bedoeling. Moeten we even terugkomen naar de groene skins. En de groene skins zijn op dit moment bij mij... Hier zo, oké. Okay. Even kijken. Dat zijn allemaal... Dus dat is, hoeveel zijn deze? Dat zijn maar 800 V-Bucks volgens mij. Dat zijn er, dus plus 8, 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 plus 8. Ik moet wel even goed uitrekenen, anders maak ik een foutje. Plus 8, zo, plus 8, 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 plus 8. Plus 8, plus 8 en plus 8. Oké, dames en heren. Dan hebben we alle skins op dit moment gehad. We hebben alle skins tot nu toe gehad. Nice. Ik weet niet of we op het totaal zitten. Dus we zitten op dit moment op een totaal van 3.012 euro. Dat is heel veel geld.
Dat is echt heel veel geld. En we zijn nu pas bij de pickaxe. Ik weet niet hoe dat zit met de pickaxe precies. Hoe dat qua prijs is. Dus ja, ik weet niet meer precies hoeveel het verschil per pick is natuurlijk. Ja, deze pickers waren voor mij paars 1200. Dat is dan, even kijken. Dus dat is dus plus 12. Oh nee, deze is Battle Pass. Deze was 1200. Deze ook. Deze niet. Deze niet. Deze niet. Deze niet. Deze wel. Even kijken hoor. Deze ook niet. Deze ook niet. Deze ook niet. Nee, nee. Deze is duur. Dus, maar ik reken deze nu gewoon even plus. Zo, plus 12. Deze niet. Deze was wel plus 12. Deze niet. Deze ook niet. Deze wel. Deze ook. Deze ook. Deze niet. Deze ook niet. Deze ook niet. Nee. Nee, nee. Ja, deze was. Ik weet niet hoeveel deze was. Was deze 1200? Nee. Deze was geen 1200. Ik weet niet wat. Ik reken deze gewoon voor 6 euro, oké? Okay? Ik ben gewoon schappelijk. Deze was ook 6 euro. En ik weet de prijs er niet echt heel goed van, jongens. Deze was in de Battle Pass. Moet ik alleen nog even kijken welke nog niet. Deze was 12, denk ik. Deze ook. Deze niet. Deze was 12. Even kijken. Deze niet. Niet. Deze wel, volgens mij. Deze ook. Ook nog 12. Deze ook. Deze ook. Deze ook. Ik weet niet of het 12 euro was hoor. Ik reken nu maar iets uit. Maar daarom zullen we gewoon de pickaxe skippen. Ik reken hier nog 24 euro bij voor twee pickaxes die ik heb betaald. Dan vind ik het mooi geweest qua pickaxe. Want ik weet dat het bij pickaxe niet echt helemaal klopt. Bij gliders reken ik er ook. Wat zal ik erbij rekenen? Zeg maar even 50 euro bij. Ik weet niet hoeveel gliders kosten. Nee, oké. Ik doe 40 euro bij de gliders. 40 euro bij de gliders. En ik heb geen zin om dat meer allemaal uit te rekenen. En bij de wraps heb ik ook een paar gekocht. Dat doe ik als 10 euro. Dan hebben wij in totaal, jongens. Wat ik dus hier heb, hè. Van alleen maar alle skins bij elkaar. Van 3580 euro. Maar dan hebben we ook nog 9 season passen erbij. Waarvan ik... Oh, mijn Siri gaat aan. We hebben dus ook nog 9 season passes erbij. Of ja, battle passes. Dus even kijken, 3 heb ik er voor 25 euro gekocht. Dus plus 25 plus 25 plus 25. Dat dus. Oké. Okay. Dan heb ik ook nog, even kijken, 7 battle passes helemaal vol gekocht. Dus nog 700 euro erbij. Want dat kost dus 700 euro. Dan kom ik dus op een totaal uit van 4355 euro. Wat ik heb uitgegeven aan Fortnite, dames en heren. Dat is heel veel geld als ik zo over nadenk. Wat de heck. Maar ja, dat is wel de waarheid. Zoveel geld heb ik dus in Fortnite zitten op dit moment. En ik heb op dit moment nog 9000 V-Bucks, wat ook nog 90 euro is. Oké, dat is best wel geld. Dus ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Laat in de comments weten hoeveel jullie uit hebben gegeven aan Fortnite. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En ja, nogmaals dames en heren. Zie dit als mijn werk. Dus alle kosten die ik hiermee heb gemaakt, heb ik uiteindelijk wel terugverdiend. Dus geen zorgen daarvoor. Maar ja, het is wel veel geld. Dat is één ding wat zeker is. Bedankt voor het kijken naar deze video in ieder geval. Special blauw duimpje omhoog als je het niet hebt gedaan. Abonneer op mijn kanaal en hoop je morgen om 5 uur te gaan zien bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dus dames en heren, tot dan. Laters.